Dieren zijn op wenning ziek, ze krijgen koorts of reumatiek. De kippen willen niet meer aan de leg. Maar gelukkig is er iemand onderweg. Daar is Toon! Treffer ziet een beetje pips, want zijn poot moet in het gips. Maar er is gelukkig iemand die hem helpt. Ja, want dierendokter Tom is al gebeld. Daar is Toon! Hij beleeft weer avonturen en jij mag mee. Waar is Tom? Daar is Tom. Dokter Tom. Ja, daar is dieren, dokter Tom. Dieren, dokter Tom. Ja, ik zeg, dit is wel zo koud, hè? Ja, Mitch. Zelfs bij mijn nieuwe. Laat ze nog toch een kopje thee zetten. Violet gaat op de afstandsbediening zitten. Ja, dat moet wel stil zijn. Je ziet er vast heel knap uit, Iggy. Sst, allemaal, het begint. Goedemiddag. Deze aflevering gaat over de dierenarts van het dorpje Duckhurst. Ik sta pal voor de gezellige praktijk van dierenarts Tom Fetch. Hallo, Tom. Hallo. Ralph? En gaat het een beetje een drukke dag worden, Tom? Nou, dat kan je nooit van tevoren weten in Duckhurst. Maar het ochtendspreekuur gaat ieder moment van start, dus we zien wel. Nou, laten we dan maar beginnen. Terwijl Tom de praktijk inloopt, maak ik snel even een praatje met zijn assistente, Cara Franklin. Goedemorgen, Cara. Hallo, Ralph. Zo, hoeveel patiënten heeft dokter Tom vanmorgen, Cara? Nou, dat zijn Pip en Lucy, de buurmeisjes. Dat zijn wij, Pippa! We hebben een vogeltje meegenomen voor dokter Tom. Hij zat in het park in een boom en hij is gewond. Hé, hey, ga weg jullie! Stoute poesjes! Oh, en van wie zijn deze knappe poesjes? Oeh, die schatjes zijn van mij, meneer Morris. Violet Blush, schrijfster van de romans en ideale gasten voor dit soort talkshows. Bedankt, juffrouw. Is Tom helemaal klaar voor het ochtendspreekuur, Cara? Oeh, ik geloof dat meneer Morris mij wel erg aardig vindt. Oh, nou ja. Zo, dus dit is de eerste patiënt vandaag, Tom. En gaat hij beter worden? Hij is een beetje geschrokken. Dat is alles. Hij moet een paar dagen verzorgd worden tot hij weer op kracht is. Komt in orde, dokter Tom. Wij zorgen wel voor hem. Ja, wij zorgen goed voor je vogeltje. Ik zal even vragen of Cara misschien een doosje heeft om hem te vervoeren. Interview, meneer Morris. Violet. Kom bij mama, schatjes. Zo, dat zijn een paar energieke kleine schatjes, zeg. Kom maar, poes. Poes, poes, kom. Kom, kom. Poes, 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 poes. Wow. Oh, kijk uit van mijn bril. Oeh. Het zijn hele lieve poesjes, hoor. Ja, echt waar. Oh, zo Tom. En wat moet er gebeuren met deze kleine vriend? Nou, ik weeg Romeo eventjes om... Violet, moet je nou toch eens zien. Hij is bijna een half pond zwaarder geworden. Ja, ben je niet trots op hem, Tom? De vorige keer was het een halve kilo. Is dat ernstig, Tom? Nee, Romeo is helemaal gezond. Hij moet zich alleen aan zijn dieet houden. Het is niet goed voor dieren om te dik te zijn. En voor mensen ook niet, hoor. Je moet die beestjes ook niet volproppen met al die luxe gerechten, Violet. Geen chocoladekoekjes en geen oesters. Wat? Geeft u de poezen echt chocola en oesters te eten, juffrouw Blush? Niet de hele week. Vrijdagavond is caviaravond bij ons thuis, hè? Zondag krijgen ze oesters. Tom, ik wil niet vervelend zijn, maar... chocoladekoekje als ze braaf zijn geweest. Sorry, Violet. Je hebt zo een afspraak bij de dierenwinkel. Oh ja, Columbus. Bedankt, Cara. Je komt op de tv, Columbus. TV! TV! Na het ochtendspreekuur heeft Tom een afspraak bij de dierenwinkel. Kom naar beneden, Columbus. Morgen, morgen. Oh, doe dat toch, Columbus. Oh, geef dat terug. Dokter Tom is hier omdat jij verkouden bent. En dat is meneer Morris van de televisie. Televisie! Televisie! Zo, dat is een levendig beestje, zegt Tom. Ja, dat kun je wel zeggen. Ah, mooi. Hij zit weer op zijn stok.
Ik denk dat het misschien beter is als jij hier blijft staan. Oh, nou oké. Wat is er eigenlijk mis met hem, meneer Froggert? Ik heet Froggert. Lionel Froggert. Froggert, Froggy, Frogger, Froggy. Columbus is de hele ochtend al aan het nissen. Laat mij maar eens even kijken. En wat ben je nu aan het doen, Tom? Ik luister naar zijn longen om zeker te zijn dat ze schoon zijn. En alsjeblieft even niet niezen nu, hè, Columbus. Oh, dat arme beestje is behoorlijk ziek, hè, Tom? Ja, hij heeft een flinke infectie te pakken. Lionel, ik heb hier een potje nieuwe medicijnen. Doe ze maar in zijn waterbak, dat zal hem helpen. Oh, bedankt, Tom. En hoe is het met Iggy? Oh, leuk. Ik wist niet dat u een lege waan had, meneer Froggert. Oh, ik had er vroeger ook zo eentje thuis. En ik zong altijd liedjes met hem. Lelijk, Iggy. Stil jij, Columbus, je bent jaloers. Hey, pap, ik geloof dat wij nu komen. Oh, mooi. Nadat ik vriendjes was geworden met Iggy de leguaan, gingen Tom en ik terug naar de praktijk. Daar kwamen we Pippa en Lucy tegen. Hallo meisjes, wat een weertje. Hoe gaat het met jullie zieke vogeltje? Hij ligt te slapen in zijn doosje, meneer Morris. Hij wordt snel weer beter. Dat klinkt als Mitch. Het is Mitch, kijk maar. Wat doe jij nou helemaal hier, jongen? Is er iets aan de hand? Volgens mij komt hij voor de dierendokter. Dat denk ik ook. Het is een hele slimme hond. Nou, volgens mij ook. Er is iets mis. Laten we maar snel naar de boerderij gaan. Dit is echt een noodgeval. Laat ik de sirene maar aanzetten. Staan zeker die gekke geit weer. Shh. Oh, ik ben blij dat je er bent, Tom. Ik kon niet bellen, want de telefoon deed het niet. En voor ik het wist, was Mitchell weg om jou te halen. Wat is het probleem, George? Nou, Trevor. Hij is heel ziek. Er was net nog niks aan de hand. Hij liep een beetje rond te snuffelen daar. Daar groeit een klim op. Dat kan heel giftig zijn voor een geit. Waar is die? Snel! Ik zei toch dat het die gekke geit was. Je had geen werk als hij er niet zou zijn. We rennen naar het weiland en Trevor, die arme geit, ligt er beroerd bij. Rustig maar, Trevor. Hij heeft zeker te veel klimop gegeten, hè, Tom? Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet zo zeker, Ralph. Het lijkt wel of er iets vast zit in zijn keel. En dat zou niet de eerste keer zijn, hè, Trevor. Laat mij maar eens kijken. Ja, dat dacht ik al. Ik weet al iets. De tang en... Kijk nou eens, wat is dat in vredesnaam, Tom? Trevor heeft bij het raam niet van de klim opgegeten, George. Maar van de telefoonkabel. Die gekke geit. Geen wonder dat de telefoon het niet deed. Nou, gelukkig is Trevor weer helemaal de oude dankzij Mitch en Tom de dierendokter. Dus ga ik weer afscheid van u nemen en hoop ik dat u de volgende keer weer kijkt om te ontdekken wat er gebeurt als mensen de dierendokter bellen. Hé, mijn broek! Die Trevor is op de tv net zo stout als in het echt. Maar je bent wel een van de weinige geiten die op de tv is geweest, gekke geit.